Je kunt het een unieke creatie nemen, het tafelplanetarium, maakt het door de Grijns de klokmaker Wilderik Botjes. Hij werkte er goed 20 jaar om en wie om 1860 in een kleer met zijn levenswerk. Maar oordeel uw letter stiet het mechaniek stil. Al jaren stil. En dat maar door, vindt eigenaar het IJsinga Planetarium in Frenscher. En daarom wordt het tafelplanetarium hielendal uit Norhelle, door klokmaker Jacob ten Hoeve en astronomisch zaakkundige Hans Noordmans. Dat rint ik nog net lekker. Hier kun je zien dat er nou omheen komt. Ja. En... ja, nou zak het er weer. Hoe heeft er het betocht om het zat te maken zodat er het makken heeft? Dat is gewoon geweldig knap. Je verplaatst je in die man, in zijn mechanische kennis. Dan denk je van, nou, dit is een genie, wist. Lijkt als IJsinga dat op een gegeven moment ik is. En al die mensen die zulke dingen zelf maken. En dit is dan een van die hele moeilijke constructies. Weet je dus van een beweging van dit grote tandwiel naar dit tandmatten. Dat vreegt enorm veel energie. Nou, dat nog dat is dus die globe met al die tandwieltjes erin. En hefboompjes, dat is het, wel het moeilijkste stikje. Als je dat zou sjoggen, dan weet je net wat je beginnen met en wat je ophouden met. Zo ingewikkeld is het. Er moet geen rond op een lager zitten, er moet geen kromme tosken in zitten. Hè? Want we hebben nou krijg ik een onderdeel hebben vervangen. Een liedstandwiel met 12 tosjes weer één tosje tussenuit weer. Als er één tosje tussen al die dingen mist, ja, dan functioneert het net meer. Dan mag je rond op die tandwielen zitten, want dan rent het onherroepelijk vast. En dat soort constructies zit er wel in. Dus die, dat vreegt eigenlijk om moeilijkheden. Ja, maar de kennis van nou, zeggen we, het zit wat slordig in mijn koor. Het zit goed in mijn koor, maar wat slordig.